Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag neem ik eigenlijk een huidige dropship store van me door. Ja, ik ga je dus precies laten zien van hey, hoe heb ik deze store gebouwd? Hoe heb ik hier zelf duizenden euro's aan kunnen verdienen? En ja, waarom werkt het nou zo goed? Dus ik heb eigenlijk zowel de desktop versie als de mobiele versie voor je klaarstaan. Die ik met je door ga nemen. Alle belangrijke pagina's, alles wat je ervoor nodig hebt. Ja, om een succesvolle online dropshipping store neer te zetten en nog even wat thema dingetjes eventueel, oké? Nou, laten we gelijk beginnen vanaf bovenaan. Gratis verzending vanaf 50 euro. En ja, dat doe ik eigenlijk bewust, heb ik dat daar neergezet. Omdat ik eigenlijk wil dat mensen dus een hogere order plaatsen dan gewoon van 20 of 30 euro. Zodat ze aan die minimale AOV zitten van 50. Waardoor ze dus gratis verzending kunnen claimen. Zoals je ziet is alles redelijk blauw het thema. Nou, blauw is gewoon echt een super vertrouwde kleur. Kijk maar bijvoorbeeld als we Bol erbij pakken. Facebook. Zoom. Coolblue. CoinMarketCap. Blauw geeft gewoon vertrouwen. En dat is ook de reden dat vaak mijn stores blauw thema hebben. Bellavio. Is gewoon een simpele naam. Niet zeggende naam. Kun je overal voor gebruiken. Dus hier heb ik gewoon het logo staan. Is gewoon letterlijk via Canva gemaakt. Ja, heel veel moeilijker dan dat hoeft het ook niet te zijn. Home, shop, contact. Dan heb je nog een zoekbalk en nog de winkelwagen zelf. Nou, dan beginnen we gelijk met een gratis foto. Die we uit Shopify hebben gehaald. Het is gewoon van een vrouw. Vrouwengerelateerd thema. Hij heeft hier ook wat blauws aan. Dat is ook de reden waarom ik dat heb genomen. Nou, shop nu knop in ieder geval. Dan heb ik hier nog een aantal producten staan. Zoals je ziet is mijn currency hier in rupia's. Het komt omdat ik in Bali woon, maar dat zijn natuurlijk normaal gewoon in euro's. Het past zichzelf aan in het land waarin je bent. Nou, dit is een .nl store, dus deze store draaide voornamelijk in Nederland en België. Oké, dan gaan we weer door. Dan heb je hier de producten, zie je hier die bespaar 50% heb ik in het blauw staan. De prijs in het groen, de oude prijs in het rood. De eerste mooie foto van het product. Ontdek onze collecties, heb ik een aantal collecties neergezet, make-up, accessoires en kleding. Dan heb ik weer dezelfde foto van de vrouw staan als hierboven, alleen dan in een andere look. Ziet ook dezelfde dress, dus daarvoor had ik gekozen. Nou, we willen meer dan 10.000 mensen helpen een mooiste leven te leiden, dus ook 10.000 klanten. Nou, tel uit je winst. Dan hebben we daaronder nog even de Bellavio family, gewoon een opt-in voor de e-mail. We hebben hier een aantal pagina's nog staan voor contact ons, volg je bestelling, FAQ pagina, bestelling en levering, retourneren en terugbetalen, zoeken, privacy policy, algemene voorwaarden, dat soort dingen. Ga ik nog even een product met je erbij pakken. Nou. Oké. Nice. Nou, super tof. Zie hier de titel, projectieketting, I love you in 100 talen. Zie hier het product. Kunnen mensen ook klikken en een variant kiezen. Altijd maximaal 4 varianten op je store. Dat doen we eigenlijk al jaren, zodat mensen niet echt veel keuzes gaan hoeven te maken. Dan hebben we hier de in-winkelmandje. Koop meer en bespaar meer. Dus dit is gewoon een product waarvan het logisch is dat mensen er meerdere zouden kopen. Nou, dan krijgen ze 10% korting als ze 2 kopen. 20% korting als ze 3 kopen. En 30% korting als ze zelfs 4 kopen. Dan hebben we daar grijp deze deal bij staan. Dan hebben we hier die geld teruggarantie, 30 dagen, gefrituurde retour en omruilbeleid, klantenservice 24/7 en gegarandeerde kwaliteit eronder staan. Ziet er heel clean uit naar mijn ogen en ook anders dan payment icons. Dan hebben we hier nog sticky add to cart die beweegt. Ja, het hele doel van deze pagina is natuurlijk dat mensen hierop klikken. Dus vandaar dat we die hebben. Nou, hebben we hier nog wat copywriting van de copywriting gold itself. Maar in ieder geval, ja, dan kan je even zien hoe het standaard productomschrijving eruit ziet. Foto's zijn ook van bol.com gepakt. Reviews laat ik hieronder achter. Dus ja, dat is voor dit product niet gedaan. Dit product momenteel niet adverteer. Maar normaal zou die review staan. Nou, het zouden dan minimaal 20 reviews zijn. 4,8 van de 5 sterren. Oké. Dan gaan we kijken hoe het werkt verder in de winkelwagen. Hoe dat eruit ziet. Nou, de producten zijn bijna uitverkocht. Bestelling is gereserveerd voor de komende 10 minuten. Projectieketting I love you zien we weer staan. Voeg één product toe voor 10% korting, weer een upsell. Mensen kunnen hier nog een kortingscode invullen die ik onderaan de product page heb benoemd van 10% korting als je de code Bellavio intypt. Mensen zien wat ze hier moeten betalen. Mensen zien wat ze besparen in het blauw.
En ze zien dat alleen deze week hebben ze gratis verzending plus strenge trace. Hebben ze hier afrekenen en dan heb je hier weer die payment icons. Oké. Nou, hier heb je de checkout staan. Hier kan je dus alles in invoeren. Ik heb wel snelle checkout van Google Pay staan, geen PayPal. Maar in ieder geval, hier staat alleen creditcard. Maar ik heb natuurlijk ook iDeal, bankcontact, Apple Pay aanstaan. Dus al dat soort dingen. Kijk, dat komt gewoon puur door mijn regio. Hier kunnen mensen nog een keer, laatste keer een kortingscode invullen. En hier hebben we Belavio nog staan. Nou, hier is dus heel simpel weer de site, hoe die er op mobiel uitziet. Nou, het is heel belangrijk om altijd te checken van, hey, hoe ziet je site er überhaupt uit op mobiel? Want ja, de meeste klanten komen via mobiel. Dus zo ziet ja, de site er op mobiel in ieder geval uit. Eens kijken naar de winkelwagen. Kunnen ze hier ook afrekenen. Kunnen ze hier een bestelling plaatsen. Beetje hetzelfde principe, alleen dan via mobiel. Dus ik hoop dat je daar heel veel aan hebt gehad. En ja, het thema dat ik persoonlijk gebruik is Debutify. Alles is super makkelijk in te stellen. Overal waar je op klikt, kan je dus dingen mee doen. Ik gebruik ook een app. Even kijken welke dat is momenteel. Die Vodane app gebruik ik ook voor wat ja, extra dingen. Dus een soort all vital apps in one. Dan heb je alle apps bij elkaar staan. En die helpen je dus ook bij, ja, bij je eigen business, weet je wel. Uiteindelijk van Card Reserve Timer, die hebben we gezien. Die volume discount. Die favicon, content protection, reviews. Browser tab, sticky add to cart. Allemaal extra dingetjes die we gebruiken voor deze store. Dus ja, ik hoop dat je superveel hebt gehad aan het kijken van deze video. En dat je wat hebt geleerd over hoe we eigenlijk een standaard Shopify dropshipping store bouwen. En dan spreek ik je weer in de volgende video.